Het stadion op het Scheveningse strand wordt al afgebroken, maar het rood-wit-blauw hangt nog in top. Het Wilhelmus klonk gisteren voor Marleen van Iersel en Sanne Keizer. Spijkers moest met Emiel Boersma luisteren naar het Duitse volkslied. Ik ben blij met de zilvermedaille. Ik had het van tevoren niet verwacht. Ons doel was de halve finale halen en die wonnen we. En dan sta je in de finale en dan wil je natuurlijk voor goud gaan, zeker voor eigen publiek. En dan verlies je van de Duitsers, dat doet het wel extra pijn. Maar toch, tweede op een EK, dan verwacht je toch dat je naar de Olympische Spelen mag. Nou, niet dus. Ja dat is de manier waarop wij spelen. Je werkt met een top 16, dus met een Olympische ranking. En zijn dit soort resultaten nog niet goed genoeg. Want goed genoeg zijn ze pas als ze op de wereldranglijst straks bij die eerste 16 staan. En wij staan nu, ik weet het eigenlijk niet. Wij wel, precies 16e. Maar als we niet in de top 16 staan, hebben we ook nog een kans via de Continental Cup. Dat is een soort van Davis Cup voor beachvolleybal en daar staan we in de finale. Dus daar heb ik alle vertrouwen nog in. Om die plek bij de beste 16 van de wereld vast te houden, hebben Spijkers en Boersma nog twee toernooien. We gaan deze week reizen nog af naar Moskou en de week erop is gelijk Rome. En dan moet het duidelijk zijn? Dan is het duidelijk, ja. Ja, ik ben van begin af van het jaar positief geweest. Ondanks dat we dus nog niet voldaan hadden aan de NOC-eis. Ondanks dat we nog redelijk ver van de top 16 stonden. Ja, ik ben nog steeds heel positief. En zoals ik al eerder zei, 51% dat we het gaan halen. Met een zilveren Europese medaille op zak dan dus. Maar op de vraag of we die niet in zou willen ruilen voor een Olympisch ticket, is het antwoord zonder twijfel... Ja.